Excuseer, mag ik u even storen? Ja. Hebt u informatie? Ah, ik wil op alle vragen antwoorden. Ja, moet u de weten. Ja. Ja, ik heb problemen. Waarmee? Muizen. Anna, ze is een vieze beest. Ik heb geprobeerd die te verjagen. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb geroepen. Weg, vieze beesten. Oh, nee, je moet dat zo niet... Muizen, die moeten verdelgen. Ja, vergiftigen. Nee, ik heb voor je productie om muizen te verdelgen. Ja. Je moet eens kijken. Dat is, ik weet niet, iets fantastisch. Dat is een mega coole. Dat is een hamer. Ja, maar je moet eens voelen hoe dat die voelt. Ah, ja, zalig. Die voelt zalig. Ja, dat is een hele schone. Ja. Dat is heel simpel, dan komt er een muis en moet die muis doodkloppen. Je moet zo kloppen op die muis zodat ze dood is. Ja, ja. Verdelgen. Maar als die muis dan gaat lopen... Ah, nu voor je nog een ander productje. Moet eens kijken. Dat is nieuw. Dat is nieuw model. Dat is een bijtel. Dat is een bijtel. Dan moet je die muis achterna werpen. Moet je zo gooien. En dat die muis zo gooien. Moet je goed zo treffen. Treffen moet kunnen. Ja. En is die muis dan zeker overleden? Kun je nooit zeker weten. Nee. Je kunt nooit op zeker spelen. En daarom zou ik zeggen, dan moet je beter nog een zaagje gebruiken. Oh. Ja, en als je die muis dan getroffen hebt, dan moet die muis ook nog in twee delen zagen. Ah, ja. Een muis in twee zalen, dat is altijd een dode muis. Ja, maar ik moet kijken. Ja, het past goed bij die naam. Ja, zalig. Ja, dan ga ik er nog eens over nadenken. Ik zal u iets laten weten. Ja. Kan ik u telefoneren? Ja. Of e-mail? Mijn vinger zit ertussen. Oh, dat is niet spijtig. Ja. Wacht, wat kunnen we daar aan doen? Wacht, ik ga... Oh, ja, ik ga iemand vragen aan de kassa of dat ze ons kunnen helpen. Dat is niet echt eerst bij iemand roepen. Wacht, ik zal misschien uw naam... Ik zal misschien uw naam even gezegd... Nee, wacht. Ik kan het zo loslaten. Ja, oké, salut. Ja, bye. Ja, ik zal iets laten weten. Moet ik maar eens langskomen. Ja.